Ja, ons Roy, dat is een derp, zoals ik geen tweede ken. Ben een gruts op dat ik er woon en dat ik er goed geworteld ben. Wordt de wereldje ook in het rijt en draaien. Het moet al aardig om de men van Roy te schaaien. Waarbij de oevers een ongelijke hoogte kent, zijn van de hoge vonder ooit wieken door de wind verwend. Hier bij deze brug over onze Dommel naar lager gelegen land, trof men de eerste doorgaande weg naar het ons allerbekende Olland. Nou, de Hoef is een wijk in Sint-Oedegoorde. Ja, en die heeft in feite, die is ongeveer qua grootte, die is, dat die dus loopt vanaf de Oordefabrieken, dus vanaf de tuinen, vanaf de Hoge Vonderstraat, tot en met de Neelstraat. En dan ook, ja, zeg maar, tot en met, ja, tot aan het huizen, zeg maar, aan de markt zo'n beetje, zeg maar. Ik woon hier ruim 20 jaar en wat ik hier opvallend vind, is bij, momenteel bijvoorbeeld, ben ik een klein beetje aan de zieke kant, zal ik maar zeggen. Hè. Er speelden wat dingen en als ik dan kijk wat voor respons ik hier krijg van mensen uit de straat en omgeving, dat is gigantisch. Ik kan er hier nog niet eentje opnoemen die niet langs is geweest of die bloemen heeft gebracht of even geïnformeerd heeft telefonisch. Langs dit slingerende stromende water verrees de Hoef. Nu een aloude wijk met vroeger een café, slager en worstelmaker. Het was in het verleden nog veel meer aan ambachtelijke nering rijk. En ik weet dat hier achterin zat vroeger van de brand, maar dat was ook nog zo'n bedrijf te noemen, de Mandelvlechterij. Landelijk bekend was die, dat was wel prachtig. En de winkeltjes hiervoor in de spa, dat was trouwens een tante van me, dat was een zus van mijn vader, tante Sjaan, die met Wim Stenbergers getrouwd was van de spa. Mm-hmm. En voor de rest, die winkels ervoor, ja goed, dat weet ik nog wel, maar ja, dat er nou zo'n bedrijvigheid was hier in de Hoefstraat of in de Hoef, dat kan ik niet zeggen. Nou is een buurman van de Hoef, is de Arend. Ik kan me nog herinneren, als je 20 jaar geleden door Sint-Oedegoorde liep en de wind stond verkeerd, dan liep je feitelijk door de Lakstraat van de Arend heen. Hoe was dat hier op de Hoef, Hans? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er altijd niet heel erg veel last van gehad. Misschien ook omdat je de geur altijd gewend bent geweest en niet echt hebt kunnen herkennen. Tot op een gegeven moment wat mensen er wel last van kregen. En dan ga je toch ook de geur herkennen. Nou, we zijn toen naar de Arend gestapt met een aantal mensen van de Hoef. En dat is toch wel een behoorlijk lang proces geweest. Ik moet zeggen, de Arend heeft toch wel altijd meegewerkt. Ze hebben wat schoorstenen aangepast, maar daarnaast hebben ze ook het lakprocedé aangepast. En op het ogenblik is de geuroverlast nagenoeg weg. Marian, jij hebt een heel groot gedeelte van je leven op de Hoef gewoond. Je bent er even weg geweest, maar weer teruggekomen. Ja. Speciaal om de Hoef? Of? Ja, in de ruimte. Ja. Wij kregen de mogelijkheid om van papa een stukje bouwgrond te kopen. En dat perceeltje dat was wel erg naar wens qua ruimte. Dan zei mijn vader altijd, doe nog eens die kleur die tweede stem zingen. Doe maar. Gegroeid door de jaren heen tot volkswijk met heuse straten, met een klooster en hoeve, waar de vooruitgang als bewijs
deze plek heeft opgedeeld in riant woon- en zorgpaleis, waar de bestaande oudere huizen in gebouwde eigenheid zijn uitgebeeld. Was er in de loop van de jaren veranderd? Voor mij de spelende kinderen. Ja. Wij waren altijd achter bij ons op de plak waar die garagebox stond, waar wij altijd winden. Al was het maar paaltjesvoetbal of net dan ook de jongens van Van Ven, Van Boerenboom, alles kwam achter ons bij ons op de plak. Dus dat is wel een hele grote verandering geweest. Zeker toen wij zelf kinderen hadden, dachten van, waar moeten ze nou toch gaan spelen? Met vaak prachtige diepe tuinen. En men achterom naar binnen komt. Het medeleven in de gemoedelijkheid nog immer van groot belang. Ja. Vooral het buitenspelen en met elkaar spelen. Ja. Dat was bij ons ook. Wij hadden een aannemingsbedrijf met een opslag achter. En er was natuurlijk van alles te vinden. En dan vonden alle kinderen altruïs interessant. En dan kwamen we gewoon met elkaar spelen. En ja, dat is echt veranderd. Ja. 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 Misschien wel de grootste verandering in al die tijd. Ja, van mij ook. Ja. Ja. Zorg en wonen is eigen aan de Hoef. Al eeuwenlang herkenbaar in de wijk. Geïnspireerd en verricht door religieuzen. En soms door een enkele fabrikant. Hij liet huizen bouwen voor zijn personeel, dat zijn werkscheppende fabriek heeft bemand. Ook anderen van belang dienden het geheel. Half Rooi werkte bij Arend, maar Arend die had hier in de Hoef een speciale band. In zoverre wel, dat ze in de Hoef ook een van de eerste woningen voor hun personeel gebouwd hebben. En in feite dus, en dat is onder andere een hele rij woningen die aan de Christineweg staan. Nou is er in de laatste jaren toch behoorlijk wat veranderd. Hè? Er is een heel groot parkeertrein gekomen. De Wereldwinkel, dat is een nieuw appartementencomplex geworden. Hoe reageert de buurt daarop? Wisselend. Nou, het wordt toch een beetje ervaren als een inbreuk op de wijk. En ja, misschien hebben alle mensen wel een beetje moeite met veranderingen. Want we zijn natuurlijk jarenlang gewend, ik moet zeggen, waar nu de appartementen staan vooraan in de straat met kofferen. Heel de parkeertrein is ontsloten. Vroeger was dat van de Sparren, stond er een huis met de weiland. Dat is natuurlijk allemaal bebouwd, zijn stadswoning komen staan. Dat is gewoon een soort dorpsvernieuwing geweest. Ja, je kunt wel afvragen of dat succesvol is geweest. Ik vind vooral de bouwlagen erg massief. Vrij hoog, maar goed, enerzijds snap ik het ook wel, het moet natuurlijk allemaal financieel haalbaar zijn. Wat recentelijk natuurlijk wat meer onder aandacht is gekomen is het Witgele Kruisgebouw. Dat is vorig jaar is dat gesloopt. Hovesso bouwt daar 8 appartementen. En er is ook wat, ik mag niet zeggen weerstand geweest, maar toch wel wat vragen geweest. Het werd hoog, 12 meter hoog, nog hoogte. Ze waren bang dat het erg massief is. Ik zelf vind, en dat is puur weg. Persoonlijk, ik vind dat ze een mooie bouw neer hebben gezet, mooie vorm geven. Thans achter in de Hoef legt een kort straatje tussen de hoge zorg en de lage bouw weer een extra, doch bescheiden verband. Zoals Deken van Erp dat al jaren doet als hoofdslagader aan de centrumkant. Wordt de wereldje ook in het rijt en draaien. Het moet al aardig onder men waar ooit is gaaien.